persoon die je belt is niet beschikbaar. Joh, ik bel nog een keer. En als ze nou weer niet opneemt, durf je mij niet te woord te staan op kuthoertjes dinsdag om 10:15. Laat een bericht achter na de toon. Als jij weet dat je kuthoer van de week kan worden, dan moet je ten alle tijde in de gelegenheid zijn om mij even netjes te woord te staan. Silke, wil je als de wiede weerga mij eens even terug gaan bellen? Vakantievincent hier, hallo. En dan gaan we maar gelijk door naar de winnaar. En dat is geworden Shazam. Met maar liefst 43, zien jullie dat? 43%. Het was een nek-aan-nek race met Silke. Met 39%. Ja, en Joren, ja, die deed er eigenlijk niet toe. En dat is heel erg jammer, maar ik denk dat jullie allemaal uiteindelijk winnaars zijn. En dat jullie best hartstikke trots mogen zijn. Dus mocht je bij jezelf denken van, ik ga even in het zonnetje staan, dan mag dat. Ja. Goed, degene die we dan echt in het zonnetje gaan zetten, dat is natuurlijk Shazam. En die ga ik nu bellen. Dit schiet niet echt onwijs op, moet ik heel eerlijk zeggen. Als jullie allemaal niet op gaan nemen, dan houdt deze rubriek heel snel op, kan ik je vertellen. Hallo, met Lisa. Geflasht. Ja, de tering. Ik ga graag geen berichtje sturen als jij geen kuthoer van de week wil worden. Dan gaan we gewoon door naar de volgende. En dat is Joren. Wacht maar even. Ja, lieve mensen, het is dan weer zover. Welkom bij alweer de tweede aflevering van Kuthoertjes Dinsdag TV. Een programma voor kuthoertjes, door kuthoertjes, met kuthoertjes en op kuthoertjes. Dinsdag. En lieve mensen, ik denk dat het wel even heel erg belangrijk is om stil te staan, te beseffen van hoe ver we eigenlijk wel niet zijn gekomen. Ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren dat iedereen liep te gillen van ja, en kuthoertjes dinsdag, wat is dat dan? En kijk eens waar we nu staan. Kijk eens waar we nu staan, lieve mensen. Internationale erkenning als de feestdag bij uitstek. De mooiste dag van het jaar. De dag waarop we de kuthoertjes in ons leven ook eens in het zonnetje zetten waar ze zo graag in staan. Ja, en alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, is het misschien ook hartstikke leuk om even te melden dat deze hele speciale dag maar 52 keer per jaar voorkomt. Ja, soms, als je een beetje geluk hebt, 53 keer. En ja, lieve mensen, wat is er nou leuker om dan 52 keer per jaar met je familie en je vrienden samen te komen om deze hele speciale dag samen te vieren? Ja, ik weet het ook niet, maar wat ik wel weet is dat we heel erg snel gaan beginnen, want ons programma zit weer chockvol. Nou, en zoals altijd beginnen we de week natuurlijk met kuthoertjespost. Maar niet voor ik deze heugelijke mededeling heb gedaan en de oplettende kijkers onder jullie hebben het alvast gezien, want deze aflevering van Kuthoertjes Dinsdag TV wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwe keuken, motherfuckers, biatch, hallo. Nou, en dat lijkt me wel een applausje waard, denk ik zo. Ja hoor. Ja hoor. Geef hem maar een applaus. Geef de nieuwe keuken maar een applaus. Goed zo. Geef maar een applaus. Geef maar een applaus aan de nieuwe keuken. Dank u wel. Vuile visiteringleier. Nou, daar zit geen woord Chinees bij. Wil jij wel eens even stoppen met Linda belachelijk te maken? Nou, lieverd, ik ben niet degene die Linda belachelijk maakt, hoor. PS, ontzettend leuk programma. Ga zo door met vriendelijke groet, John. Nou, John, ontzettend bedankt voor deze lovende woorden. En ik ga het zeker in overweging nemen. Van Geert Bos, een hele fijne hallo. Hierbij een aantal vragen. Nummer 1, vind je het leuk om een bierbuik te hebben? Ik begrijp het even niet. Wat lul jij met je bierbuik mee kakken? Maar ja, aan de andere kant is het natuurlijk best een hele interessante vraag. Hè? Want daar zitten meerdere lagen in. Want stel nou dat ik een bierbuik zou hebben, zou ik het op fysiek vlak af en toe best leuk vinden. Hè? Als ik iemand teringhard aan het rampijpen ben, dat gezicht zo mijn buik in verdwijnt. En dat je daarna zo'n leuke stempel hier hebt van dat gezicht. Want ja, dan zit die toch nog even in je hart. Ja, op emotioneel, psychisch, spiritueel niveau denk ik bij mezelf, ja, we groeien toch op in een samenleving waar schoonheid best wel een factor van betekenis is. Ja, en als je dan met een bierbuik rondloopt, zou ik bij mezelf denken van, joh, heb ik even mooi scheid aan.
Vraag 2. Heb jij wel eens smaad gepleegd? Nee. Ik kan me niet voorstellen dat ik de persoon ben die zoiets zou doen. En als ik zoiets zou doen, dan had ik het niet gedaan. Vraag 3. Hoeveel achterkleintantes heb jij? Nou, en dat is hartstikke leuk dat jij dat vraagt. Want heel erg toevallig ga ik daar veel dieper op in mijn nieuwe show. Het was een mooie voorstelling. Brief nummer 3 van Ari. Goeiedag Vincent, of nacht? Moet jij weten. Dag Vincent. Serieus? Dit heb je dus echt net gezegd. En ja, ik weet niet of jij tijd te veel hebt hier op aarde, maar ik in ieder geval niet. Maf Kees. Met deze brief wil ik u graag informeren dat ik en mijn kameraden allemaal groot fans zijn van Kuthoertjes Dinsdag TV na de laatste uitzending. Wij hebben een vraag. Zou u de T-Rex Angela de Jong doen? Jezus. Ja. Nou ja, ik denk een decennia of 3 geleden en dan na 2 flessen jenever en heel veel ecstasy zou ik het eventueel overwegen. En de laatste, maar zeker niet de minste brief van Marijn. Een fijne kuthoertje dinsdag. Vincent, een hele fijne hallo. Nou, jij ook een hele fijne kuthoertje dinsdag, hoor Marijn. Je maakt goede video's, dikke props naar jou. Hallo. Nou, dat vind ik echt hartstikke leuk om te horen. En wil jij ook hele dikke props droppen voor mij? Of heb je een vraag? Of misschien wil je dieper ingaan op wat allemaal in deze uitzending is geëtaleerd? Mail dan naar je moeder 43@hotmail.com onder vermelding van kuthoertjespost. En dan nu, the moment you've all been waiting for. Nou, zou je dat hebben? Echt niet meer schrikken, man. Waarom? Ik was teleurgesteld. Ja, dat vind ik grappig. Ja. Hé, Silke, bel je eindelijk terug 4 uur later? Ja, ik ben net wakker, sorry. What the fuck? Ik was stappen. Ja, kom op zeg, ik bel jou voor deze geweldige titel. Kuthoeren, die doen dat hè? Maar mijn excuus. Ja, nou, dat is je geraaien ook, godverdomme. Hé, maar dit is vast wel een heel bijzonder moment, denk ik, voor jou. Ja, Zeker. Ik sta te popelen. Te popelen zelf? En naast popelen, wat gaat er allemaal door je heen? Ik weet niet wat me te wachten staat eigenlijk. Nou, dit is een heel bijzonder moment. Want Silke, ik mag je van harte feliciteren, want je bent het niet geworden, helaas. Ja, maar ja, het was een nek aan nek race hoor. Tussen jou en een andere kut hoor. Maar je had zo'n mooi mailtje met een verhaal over dat je had een liedje gezongen. Dat lied zou ik heel leuk vinden als wij dat lied kunnen horen, denk ik. Nou, het is een liedje, dat is hit niet heel veel tijd. Het zijn 5 woorden totaal. 5 woorden, nou. Ja. Zoeken is een kuttoer, is een kuttoer. Is een kuttoer. Dat is best een groot feest was dat. Ja, die komen dan naar mij toe nu en die gaan dan liedje. Dat is ook een prachtig nummer hoor. Ik sta wel bekend als de kuttoer al in mijn stad. Ah, dat snap ik. Ik heb zocht van de titel eigenlijk. Kan ik me niks bij voorstellen. Volgens mij ben je een hele leuke lieve meid. Dat gisteren. Ik heb nog een politie uitlopen te schatten met een sekspop van. Wat de fuck doe je allemaal? Ik drink graag een drankje. Ja, dat merk ik. En jij komt uit de buurt van Friesland, hoor ik. Oh, nee. Nee, hè? Nee, Limburg. Limburg. Ja, ik weet eigenlijk niet wat erger is. Ja. Ja. Ten eerste wil ik je hartstikke bedanken voor het prachtige lied. Ja, geen probleem. Heb jij nog laatste woorden dat je denkt van, goh, dit wil ik de mensheid toch nog even meegeven? Nou, leven is goed. Waarom? Ja. Ik ben geen kuttoer geworden. Maar ik vind je eigenlijk te lief en te leuk om jou dan kuttoer van de week te maken. Mag ik dan een lieve hoer? Nee, laat maar zeggen. Een lieve hoer. Een lieve kuttoer. Ja, lieve kuttoer. Dat klinkt dan beter. Nou, weet je wat? Als die andere Mogol niet terugbellen, dan ben jij kuthoer van de week oktober. Dat maakt me zo blij, hè? Ik ga van mijn balkon af. Ja, dan is het grote moment aangebroken. En dan mag jij naar buiten lopen en in het zonnetje gaan staan. Het is geen zonnetje, hoor. Geen zonnetje. Nou, maar ja, je kan gewoon naar buiten lopen net alsof er zonnetje. Wat zeg jij? Ik doe gewoon dat ik het zonnetje ben. Ja, maar doe maar net alsof je er dan in gaat staan. Daar gaat kuthoer van de week natuurlijk om. Precies. Dat we de kuthoeren van de week in. En je staat nu in het zonnetje, Silke. Yes, oké. En hoe voelt dat nou? Ik sta te trillen eigenlijk. Adrenaline, voor, ik kan niet uitspreken. Oh. Zo hard start te trillen. Nou, het is ook allemaal niet niks om kuthoer van de week oktober te zijn. Ja, die kroon, die weegt al wat, mijn nekje. En die titel, die heb je dubbel en dwars verdiend. Top,
hoppa. Ja, huppakee. Ik zeg het gewoon. Je bent nu officieel Cultuur van de Week oktober. Maakt natuurlijk nu ook kans op de titel Cultuur van het jaar 2025. Maar daar zijn we nog lang niet. Maar waarom zouden mensen op jou moeten stemmen op Cultuur van het jaar 2025? Zeg het de mensen. Het is bij mij heel gevaarlijk bij mij op stap te gaan. Ja, maar vraag je nu of ik met jou op stap ben? Ja, wel. Wie weet. Wie weet, als je Cultuur van het jaar wordt, gaan wij gewoon op stap. Je krijgt blauwe plekken. Oh, dit klinkt veelbelovend, lieve mensen. Naast dat, wil je nog iemand de groeten doen? Ja, heel graag. Oké, nou, zo is het wel genoeg. Ja, nou, dat was Silke. Dus die is kuthoer van de week oktober geworden. Van harte gefeliciteerd, Silke. Denk je bij jezelf, nou, dat kan ik beter. Of ken jij misschien iemand die de titel kuthoer van de week november hartstikke verdient? Mail dan de naam, het nummer en de reden van nominatie, plus de tijd waarop we hem of haar kunnen bereiken, zodat we dit niet nog een keer mee gaan maken, naar jemoeder43@hotmail.com onder vermelding van kuthoer van de week, 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 week. Hallo, en dan is het nu tijd voor... Ah, dan gaat deze jongens even lekker voor zitten. Want zoals de meeste van jullie wel weten, creëer ik liever mijn eigen realiteit. Dus hou ik mijn bewustzijn schoon van propaganda. Maar ja, ik moet toch kuthoertjes nieuws presenteren. Dus uit het weinige wat dan wel tot me komt, kies ik een mooi item uit om even met jullie te behandelen. Nou, en dit komt dan van joop.nl. En er staat een huisdierenbelastingklimaat. Dat je denkt... Oh nee, communisten, terroristen, pleuris, directives, eet, we gaan allemaal kapot! Ja, het komt er dus op neer dat volgens deze Mongolen een poes belastender is voor het klimaat dan 24 keer op en neer naar Rome rijden met je aanhangers. Hoe haal je het in je gore harses om dit de wereld in te helpen als je geen cabaret beoefent of als je een van de gebroeders Grimm bent? En logischerwijs natuurlijk, hoe heftig zou het dan wel niet zijn als jij met je poes op schoot in je vrachtwagen 24 keer op en neer naar Rome rijdt? Dat zou ik wel eens willen weten, Joop. Hallo. Voor de mensen met een poes wil ik jullie er graag even op attenderen dat het dus jullie schuld is dat de hele wereld van de Mongolen die hierin geloven helemaal naar de kloten gaat omdat jij zo nodig de hele dag met je poes moet spelen. Ja, en dan ben je gewoon een fucking egoïst en dan kan je gewoon beter dood. Hallo, u heeft 14 nieuwe berichten. Bericht verwijderd. En 20 uur 6 en 50. Om terug te bellen... Tering. Yo, dit is voor de grootste kuthoer van allemaal. Justin van den Brink. Hij is mijn bandmaat, een goede bassist. Maar hij is één grote kuthoer. Nou. Vincent, props van jou. Nou, jezus. Simon ook. Heb je trouwens gezien wat hier gebeurd is met de kuthoerentelefoon? Ik wil graag Mieke Klaassen opgeven. Dat is de grootste kuthoer van de week. Jezus. Dag. Ja, dan moet je mailen, mijn goltje. Hallo? Hallo. Bericht verwijderd. Hallo, op kant mag ik jou voor 5 zouden verdampen? Het valt me dus op dat de overgrote meerderheid die de kuthoertjes hotline belt, niet bijster intelligent is. En ook niet onwijs grappig. Dag. Om terug te bellen. Jezus Christus. Ik heb af en toe het idee dat ik het een beetje over mezelf heb afgeroepen of zo. Ik denk dat deze hartstikke leuk gaat worden, let maar op. Dan denk je, om 2 uur 's middags dat komt er vast wel wat normaals uit, maar nee hoor. Dit zegt wel wat over het niveau van Nederland. Nou ja, dat wist er wel. Goedendag, Vincent. Hallo. Ik weet dat het geen... Ja? Geen... Je hapert een beetje, mijn godje. Ik weet dat het geen nominatie-hotline is. Echter wil ik nog wel Angela Merkel als kuthoer van de week opgeven. Het is een kuthoer. Silke! Einde van de berichten. Ik denk dat deze kuthoertjes hotline wel duidelijk heeft gemaakt dat jullie het allemaal niet onwijs serieus nemen. En nogmaals, dit is een serieus programma en ik zou het ernstig waarderen als jullie dit serieus gaan nemen. Zeg, dus heb je nog wat dikke proppa's voor mij, iets intelligents te melden, of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten? Bel dan met dit nummer en laat een berichtje achter na de piep. Piep! Nou, en zoals altijd sluiten we af met het kuthoertjes inzet weerbericht. Als je wil weten wat voor weer het wordt, kijk maar lekker naar buiten, luie flikker. Hallo!
Oh, en dit was dan weer Kuthoertjes Dinsdag TV. Bedankt voor het kijken en op naar een sportief, maar vooral eigenaardig 2025. En een hele fijne hallo allemaal.